Ben je verrast door deze boodschap van het CDA? Nou, ik ben teleurgesteld over deze boodschap. Want ik ben hoopvol en een optimistisch mens. En ik hoop altijd dat dit soort geluiden echt tot het verleden behoren. En dan vind ik echt zo verschrikkelijk dat het CDA met zoveel mensen weer zegt van nou nee, het gaat allemaal goed zo. En dat conservatieve geluid laat horen. Dat vind ik zo jammer. En het CDA was zo lekker bezig. Want ik vond na die Nashville-verklaring waren ze opeens helemaal voor homo's. En mocht dat allemaal wel. En ik dacht, nou, het CDA doet het lekker. En dan zijn ze met dit klimaat weer zo conservatief. Oh. Ja, maar ze zeggen dat het zinloos is om in Nederland naar 49% CO2-reductie in 2030 te streven. Als buurlanden op 40 of 45% willen uitkomen. Hebben ze niet wel een beetje een punt? Nou ja, het CDA wil in de pas lopen en niet voorop lopen. En ik zeg van nou, waarom lopen we niet voorop? Dat hebben we in het verleden ook gedaan als Nederland. Ook op andere terreinen, maar ook als het gaat over bijvoorbeeld ecologische zones en natuurbehoud. En we gaan echt achterop lopen. En ik vind dit soort conservatieve krachten echt funest. Ja, maar het gaat erom dat wij minder zullen moeten uitstoten. En als andere buurlanden dan weer meer gaan uitstoten, dan heeft het toch bijna geen zin? Ja, en als je altijd zo naar een ander blijft kijken die niks doet, dan kom je zelf tot niks en dan krijgen we nooit een verandering.